Als omroepbaas heb ik hart voor mijn personeel. En nou maak ik me de laatste tijd een beetje zorgen om een van mijn medewerkers, Sven. Die is van het olijke radioduo Sven en Dave. Ik zie hem namelijk nooit in onze omroepkantine even lekker een boterhammetje met kaas eten. Nee, hij zit namelijk altijd hier. Dat kan niet goed zijn. Jij eet altijd, iedere dag een... Ik eet altijd in de snackbar. Echt waar? Echt waar? Je neemt altijd patat? Nou, niet altijd. Ik wissel het wel een beetje af. Ja? Er zit soms ook wel iets van een broodje tussen, maar daar zit er toch wel iets van wat uit de frituur komt tussen. Nee! Ja. Echt waar? Echt waar? En dit doe je al jaren en jaren. Ja. En je bent ook van plan om dit nog... Tot in lengte vandaag, Bart. Eet lekker door. En zeg nou niet, goh, wat onverstandig van die Sven. Want Sven is absoluut de enige niet. Met z'n allen brengen we zo'n slordige 3,2 miljard gulden naar de snackbar. Dat zijn 600 miljoen zakken friet, 150 miljoen kroketten, 150 miljoen frikandellen. Net zo makkelijk. We flikkeren het allemaal in dat vet. Ja, en natuurlijk zijn er een hoop zeikers die zeggen van, dat moet je niet doen, dat is onwijs slecht voor je. Er zit heel veel vet in. Maar vet is lekker. En wat lekker is, is goed voor je. Ja, dat is echt zo. Het blijkt uit veel onderzoek dat als mensen plezier aan iets beleven, dat het hun afweersysteem versterkt. En de stresshormonen zoals cortisol naar beneden brengt. En daarmee versterk je de gezondheid. Dus je kan alleen maar baat hebben bij iets wat je plezierig vindt. En met name bij snacks bijvoorbeeld. Als die lekker zijn, geniet je ervan. En dat helpt weer om je gezondheid te bevorderen. Ik wil een patatje mayonaise theesaus. Als mensen alleen maar strikt zich houden aan een bepaald dieet, of naar Montiakjes of een ander dieet, dan zitten ze zichzelf te stressen omdat ze bang zijn dat ze iets verkeerds doen. En die schuldgevoelens heeft in het algemeen een erg negatief effect op de gezondheid. En daarom zeg ik tegen mensen, je hoeft helemaal niet bang te zijn als je een keer een vette hap neemt. Want de volgende dag heb je daar geen trek in, dus je wisselt toch wel zelf af. En die vrijheid is gewoon een heerlijk iets, daar kun je oud mee worden. Zo, hoor je het ook eens van iemand die ervoor doorgeleerd heeft. Er is helemaal niks mis mee met dat snacken. Een patatje met beerhapjes en theesaus. En doe er ook nog maar een kroketje bij. Hoeveel kroketten maken jullie hier? Wij maken hier zo'n 200.000 kroketten per dag. Dus zo'n miljoen kroketten per week. Nee, ik denk dat je je nou vergist. Nee, 200.000 kroketten per dag. Ik vergis me echt niet, Bart. Jezus, houd op! Want er worden er per dag zo'n 700.000 à 800.000 kroketten in Nederland gegeten. Had jij niet gedacht, maar dat is echt zo. Piet, is het nou echt waar dat er geitenwangen, koeienuiers en allerlei andere viezigheid in die kroketten en die frikandellen zitten? Nee, natuurlijk niet, jongen. Er was vroeger natuurlijk een restverwerking in de kroketten. Heel vlak na de oorlog en zo. Dat was armoe. Maar zolang ik kroketten maak, en dat mag je me echt geloven, heb ik nog nooit echt anders gewerkt als zuiver, puur rundvlees en kalfsvlees. Dus dat is echt een fabeltje. Als ik het goed begrijp, worden er hier 200.000 kroketten per dag gemaakt. Ja. Dat is een miljoen per week. Dat is 50 miljoen per jaar. Als ik nou een snack bedenk, ja, die een leuke vierde plaats kan innemen. Ja, ik denk dat het tijd wordt voor een eigen snack. En ik heb iemand die is zo gek als een deur, maar die kan mij prima helpen. Ja, heb je erover nagedacht? Wat gaat het worden? Nou, Bart, volgens mij is de gouden handel is gewoon de keuze die jij kan bepalen. Deze, een variatie op de Mexicano of de Bart Spice Blondie. Ik vind dit wel een hippe.
De Bart's Bite. Doe het maar. We hebben nodig kipfilet, hazelnoot, vanillestop. Heerlijk. Dille. Rozemarijn. Dragon. Zandel. Een ei. Zout. En een appel geweekt in dragonnenzijn. En dit. En dan kunnen we beginnen. Ik begrijp niet dat Nederland echt zo'n, zeg maar, zo'n snackcultuur is. Hoe komt dat nou? Ja, dat is uit België is dat overgewaaid. En voor bijvoorbeeld, neem die frikandel weer. In 1960 de Indonesiërs met die panfrikandel, dat is een ander gehaktgerechtje. Nou, hebben die fabriekman van die mooie staafjes al gemaakt. En sindsdien is het nou gewoon, het wordt alleen maar meer en meer en meer. Maar het is wel een prototype nu, hè? Elk land heeft wel een snack. Dus daarom waarschijnlijk dat nieuwe snacks weinig komen. Is weinig nieuwe landen. Ja, misschien Mexico binnenkort nog. Italië nog. En dan heb je het wel gehad. Want je hebt ook saté, lumpiaatje. Nou, eigenlijk zijn de landen nu al vertegenwoordigd. Maar je kan, het is toch gewoon zo dat er zitten mensen in zo'n fabriek. En die denken toch na over nieuwe snacks. Waarom komt er nooit een nieuwe snack? Nou, in de snackbar hebben ze eigenlijk één regel. Gaat een product minder dan 5% van de omzet, ja? Dan gaat hij uit het assortiment. Ja. Dus hij moet minimaal 5% van de omzet hebben, zo'n snack. Dus dan proberen ze misschien wat. En dan zit er natuurlijk helemaal geen marketing achter. Nou, dan is het niet van een straatstenen te slijten. Terwijl het misschien heel erg lekker is. Ik zou heel graag willen een frikandel. Gewoon maar met meerdere smaken. Een kerryfrikandelletje, een slotje, noem maar wat op, dat je gewoon keuze hebt. En nu? Dat lijkt het niet. Dat gaat wel. Hey Bjerg, wat ook wel belangrijk is, wat gaat de Bart's Bite kosten? Ik denk zelf 2,25 is een mooie prijs. Dus absoluut, daar hou je veel van over. Die wordt zakken. Dit wordt schandalig. Ik zie de dolletekens al in je ogen, Bart. Weet je wat we gaan doen? We gaan eens even kijken of we hem aan Piet Laan kunnen slijten. Hij moet ervoor kunnen. We moeten gaan op de markt brengen, kom. Ja, oké, dank je. Ik heb begrepen. Ja, ontvangen, Piet. Hey, hallo. Hey, Bart, ben ik weer. Hallo. Hoe gaat het? Wat heb je meegenomen, man? Nou, dit is Pierre. Ah, hallo, Pierre. Hoi, Pierre. Piet Laan, hoi. Dit is de Bart's Bite. Dit moet je op de markt brengen. Mag ik het doen? Mag ik het op de markt brengen, Pierre? Even over hebben nog. Maar dit wordt zakken vullen? Dit wordt zakken vullen. Kijk, man! Kijk, man! Echt goed. Ja, dit wordt zakken vullen, jongens.